Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. In een groot deel van het land schijnt de zon vandaag vrij geregeld. Er trekt ook wel hoge bewolking over en vliegtuigstrepen. In de vroege ochtend kan in het uiterste noorden ook nog wat laaghangende bewolking voorkomen, maar die trekt geleidelijk aan weg. Overwege de ochtend is het een graad of 10 en vanmiddag wordt het uiteindelijk 14 tot in het zuiden, lokaal 18 graden. Er waait een veelal matige wind uit het zuidoosten, kracht 3 of 4. Vanavond draait de wind naar het zuiden en dan koelt het af naar een graad of 11. Verder blijft het wisselend bewolkt. Komende nacht kan er mist of de bewolking ontstaan. En morgenochtend kan het dan ook wel weer een tijd gaan duren voordat de zon uiteindelijk doorbreekt. Op veel plaatsen gaat het wel lukken, maar op sommige plekken blijft het grijs. Waar dat gebeurt wordt het niet warmer dan een graad of 11. Waar de zon doorbreekt wordt het 15 tot 17 graden. Er staat weinig wind. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het droog najaarsweer. weer. Vooral vanaf dinsdag neemt u wel langzaam de bewolking verder toe. De middagtemperatuur levert een paar graden in en ligt halverwege de week rond 13 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.